Trouwens, we zitten nog even bij het WK. Qatar, dat heb jij al eerder aangegeven. Moet het Nederlands zelf wel iets doen? Moet de KNVB iets doen? Moeten ze actie ondernemen? Natuurlijk. Kijk, het is natuurlijk. Ik vond dat die meneer Gijs de Jong het gisteren goed deed op tv. En ze hadden die presentator opgestoken. Pak hem aan, pak hem aan. Maar er was geen reden om hem aan te pakken. Want ik vond dat hij zich heel duidelijk uitsprak. Maar ik begrijp dus dat het nu staat het in het reglement. Maar toen Rusland en Qatar die toernooien kregen, het is natuurlijk heel vreemd, toen was dat nog niet aan de orde. Het is heel vreemd dat we dat soort toernooien gaan houden in een land waar de mensenrechten geschonden worden. Dat moet eigenlijk zo zijn dat die landen niet aan bod komen. Want Rusland en Qatar gaan nu het voetbal misbruiken om zich te profileren. Kijk eens van een prachtig land wij hebben. Wat Argentinië deed, wat Hitler met de Olympische Spelen in Berlijn al gedaan had. Dus nu kan dat niet meer, maar we zien dat Ronald de Boer er wat kritische dingen over kan zeggen, want die is de PR-man geweest voor Qatar. Ambassadeur was die. Ambassadeur. Ja. Nou, dan zou je toch ook kapot schamen. Maar die voetballers, die als ik een grapje maak over Akwasi, meteen op de, in de hoogste boom. Oh, dat was die uitzending met die mensen aan tafel. Nu weet ik het nou, weer. Nee, ik zat het zeker. Maar heb je het nou over? Maar, dat was hem, ja. Maar ik maak een grapje over Akwasi en dan de voetballers willen dan niet meer met mij praten en niet meer hier aan tafel. Nou, we hebben ze ook nooit uitgenodigd, zullen we het nooit doen. Maar die zijn dan zo geëngageerd, zijn ze, dat ze daarop moeten reageren. En dan ben ik benieuwd, als ze dadelijk dan in Qatar staan en ze staan allemaal weer uit volle borst het Wilhelmus te zingen, of er ook nog kritische noten gekraakt worden jegens het regime wat daar. Amnesty International heeft het weer aanhanger gemaakt deze dagen, om duidelijk te maken. Nou, het is heel eenvoudig, hè? Je tikt, je googelt Amnesty International en je tikt de naam in en je krijgt van dat land alle gore dingen die er gebeuren, krijg je zo in je scherm. Het is helemaal geen onderzoeksjournalistiek, hoor. Nee. Frank de Boer had er ook een mening over, of misschien eigenlijk ook wel weer niet. Kijk eens, dat de dingen niet goed daar zijn gegaan, dat zal iedereen duidelijk zijn. Ik denk dat het voetbal juist een positieve wending aan kan geven. Dat er veel meer aandacht op komt en dat het juist, juist in het positieve kan veranderen. Maar toch zegt Amnesty International bijvoorbeeld, de KNVB moet zich meer uitspreken. Heeft de bondscoach daar dan ook nog een rol in? Nee, ik denk dat dat iets is voor de KNVB zelf. Ik focus me op natuurlijk op het voetbal zelf. En laten we hopen dat we ons kwalificeren en dat de aandacht zeg maar naar het voetbal, maar daarnaast ook op de omstandigheden gaan die niet goed zijn, dat daar ook de focus op komt en dat we dat dat we dat kunnen veranderen. Nou, dat is natuurlijk ook uw voornaamste taak en dat vind ik en dat vindt volgens mij heel Nederland. Maar gaat er ooit wat veranderen zolang grote spelers, zoals u in het verleden en grote spelers momenteel, zich niet uitspreken? Gaat er dan ooit iets veranderen? Nee, ik denk niet dat wij degene zijn die dat moeten doen. Ik denk dat we dat als KNVB moeten doen. En ik denk dat de KNVB dat ook zal doen. Nee, maar wel ons boycotten. Pleur toch alsjeblieft dit op, joh. Dit is zo spelers mogen niks doen behalve ons boycotten. Zo'n laf antwoord. Ja, joh. Het is karakterloos. Weet je wel, hij zegt eigenlijk, want ze praten elkaar allemaal na, omdat er nu daar gevoetbald wordt. Precies, daar gaat de pers over schrijven. Het is een aanfluiting dat daar zo'n toernooi plaatsvindt. Daar moet je tegen verzetten. En hij als bondscoach is van die KNVB die volgens hem erop moet reageren, is het boegbeeld. Hij zou nou eens moeten zeggen van, het is toch een schande dat we daar moeten gaan voetballen. En dit gedraai, het is een bondscoach onwaardig. Ja, maar deze sowieso, houding. Johan, een land waar de homofiel levenslang krijgen is een infantiel land. Nou ja, daar wil je nog niet doodgevonden. Het is toch wel voor alle tijd 78 Argentinië. Ik bedoel, Freek de Jonge bloed aan de paal probeerde een actie op te starten. Precies hetzelfde. Ja, precies. Maar hetzelfde. Toen gingen ze er ook gewoon. Hebben er alles aan gedaan toen om niet te gaan. Als voetbalblad hebben we ons daar zeker tegen verzet. Mars, die plaatste toen een advertentie bij ons in VI. Hmm. En dat was een pagina en dan kon je een prijs winnen. En dan kreeg je een kaartje, een reis naar Argentinië. En dat hebben wij geweigerd, die advertentie, omdat wij tegen Argentinië. Uiteindelijk ben je wel gegaan, toch, om verslag te doen? Als verslaggever moet je ook naar de oorlog. We waren de oorlogsverslaggevers, maar wij hebben daar ons zeer geëngageerd gedragen. Wij hebben hele politieke verhalen gemaakt, tot ergernis van de KNVB. Want die begreep daar in die jaren nog helemaal niks van. Maar dat mars hebben wij toen geweigerd. En weet je wat het resultaat was? Nou? Dat mars nooit meer een advertentie bij ons geplaatst heeft. Zo pissig waren ze daarover. Oké. Okay.
Maar op zich goed statement, toch, als je dat dan doet? Ik bedoel, we hebben ons toen heel principieel opgesteld. En ook waren de voetballers, bijvoorbeeld Jan Jongbloed heeft voor Vrije Nederland het dagboek bijgehouden. Hebben ook hockeyers gedaan, want het was ook een WK hockey in die periode. En toen was dat Frits Barend nog bij Vrije Nederland, die begeleidde dat allemaal. Maar dat waren hele lezenswaardige verhalen. Maar dat vind je ook als jongens, kijk, toen we bij Naldum en Frenkie de Jong dus met hun handen zo over elkaar gekruist zagen, dan vind je dat ook niet meer stroken met... Nee, prima hoor. Kijk, racisme is ook een ernstig probleem. En dan kunnen we niet... Dan moeten we steeds op ageren wanneer er ook maar wat gebeurt. Maar dit is natuurlijk ook heel ernstig wat daar gebeurt. Als je de cijfers van Amnesty International ziet en je ziet wat er daar gebeurt, is dat gewoon een verschrikkelijk land. En we gaan daarheen en dan worden alleen de mooie kanten van het rijke Qatar worden zichtbaar. Maar dat daar arbeiders sterven, hun loon niet krijgen en niet tevreden krijgen, en het paspoort er afgenomen worden, waardoor ze niet eens naar huis kunnen, dat komt niet aan de orde, weet je. Nee. En als Frank de Boer vindt dat de KNVB daar maar op moet reageren, maar dat hij alleen voor het voetbal is, dan snapt hij helemaal niet wat de inhoud van zijn functie is. Duidelijk. Voor nog meer hoogtepunten, download onze Veronica Insight-app.